Wat is je missie op deze South by Southwest? Mijn missie is een beetje tweeledig. Enerzijds ben ik hier voor ITVA DocLab. Dus ik ben echt om te vertellen aan mensen wat DocLab doet en wat DocLab betekent. En heeft betekend voor mij ook als een kunstenaar. En als tweede ben ik hier ook om mijn werk te laten zien. En vooral een nieuw werk wat ik heb gemaakt, heet Drawing Room. Waar ik eigenlijk voor het eerst getekend heb in VR. Dus het is een soort handgeschreven, handgetekende VR. Ja. Want dat is jouw basis, hè? Dat is waar je vandaan komt. Met de handtekening. Ja. Mensen kennen meestal die tekeningen van mij met altijd zwart-wit. Heel veel, waar eigenlijk tekst en beeld zich elkaar afwisselt en elkaar ook aanzet. En om dat nu een keer te doen in een wereld die je helemaal omsluit, dan moet je natuurlijk ook een hele andere vertaalslag maken. Maar dat was wel heel, heel spannend en dat hebben we hier ook getoond. Ja. Hey, vertel eerst nog eventjes wat DocLab is en doet. ITVA DocLab is eigenlijk hoort bij ITVA, het Internationaal Documentaire Festival. En 10 jaar bestaat dat nu, DocLab. En in het begin was het eigenlijk een hele klein, beetje rare eentje die interactieve filmpjes maakte, dingen op websites. Maar dat is uitgegroeid tot een van de grootste documentaire festivals. Maar ook het onderdeel wat heel erg groeit nu, omdat natuurlijk al die grenzen vervagen. Dus we hebben het nog wel over documentaires, maar of dat nou met een smartphone zoals dit gefilmd wordt of met een grote camera, dat is allemaal niet meer van toepassing. Dus DocLab onderzoekt, maar ook ondersteunt en eigenlijk de toepassingen, wat er mogelijk is. Ja. Hey, en ga eens even nog meer op in op hoe jij dat zelf doet, dat onderzoeken van nieuwe manieren van verhalen vertellen. Nou, je bent op zoek naar, ik werk vanuit die tekeningen, waar voel ik ook met tweedimensionale begrenzing. Hey, ik heb altijd te maken met een vel, dat is 50 bij 65. Dat kan ook groter, maar dat is meestal waar ik op teken. Dus om dan op een gegeven moment een wereld te kunnen tekenen die je eigenlijk omsluit, waar je in staat. Maar die niet alleen, waar je ook reageert op jou. Dus als ik heel lang naar die microfoon kijk, bijvoorbeeld met die bril op, dan kunnen daar dingen uit tevoorschijn komen. Ik wil verhalen vertellen, maar ik wil ook steeds op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe manieren om die verhalen te vertellen. Als je hier rondkijkt op South by Southwest, lijkt dit het jaar van virtual reality te worden. Niet alleen zijn de brillen overal, maar er zijn ook heel veel panels over dat thema. Heb jij dat gevoel ook? Ja, het is inderdaad, het is een soort van hot, weet je wel. En dat zal het ook nog wel een tijdje zijn. Want je ziet nu dat het ook de consumentenmarkt eigenlijk opkomt. Dus het wordt gewoon heel breed. En de toepassingen zijn natuurlijk ontzettend interessant. Omdat er zoveel verschillende dingen gedaan worden en gebeuren. Dat het een heel spannende manier van een hele nieuwe ontwikkeling is. Dus heel spannend. Wat maakt het moeilijk voor jou? Nou, ik denk in VR werken dat je toch, je wil een verhaal maken waar mensen het gevoel hebben, eigenlijk zoals in een tekening, dat je dat zelf ontdekt. Dus dat jij degene bent die dat overkomt op dat moment en dat het alleen jou dat kan overkomen. En dus je moet heel goed nadenken over hoe je iets eigenlijk regisseert dat niet geregisseerd aanvoelt. Dus dat aanvoelt alsof jij de eerste, de enige en de laatste bent die daar op dat moment ooit is. En heb je gevoel, begint zich al uit te kristalliseren waar dat toe leidt, of staan we nog aan het begin? We zijn heel erg aan het begin. Dus ik vergelijk het wel eens met de fiets. Als er een nieuwe fiets wordt uitkomt, dan ziet hij er eigenlijk nog steeds uit als een fiets. Hè, maar als je die eerste ontwerpen van die fietsen ziet, ging het alle kanten op. Een heel groot wiel voor en een kleintje achter. En daar in die fase met VR zitten we nog. Hey, je zei, een van mijn doelen is DocLab hier onder de aandacht brengen. En natuurlijk je eigen werk, je eigen projecten. Heb je daar al tijd voor gehad? Kun je over reacties spreken? Ja, ik heb heel veel mensen ontmoet, heel veel mensen gesproken. Dus ik vind het altijd moeilijk omdat eigenlijk, sommige dingen komen een half jaar later terug of zo. Maar het is heel belangrijk om met mensen van gedachten te wisselen ook. Dus ik denk dat is, het is allemaal best wel business hier, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus voor mij is het interessant om met gedachten te wisselen over mensen die met soortgelijke projecten bezig zijn. En dat heb je gedaan? Ja, absoluut. Ja. En heb je daar, dus is voor jou behalve zeg maar het evangelie van wat je doet, zelf inspiratie opdoen. Ja. Kun je daar voorbeelden van geven?
Nou ja, maar ik vind nou niet zo precies, maar het, wat ik leuk vind dat het eigenlijk, dat je bijvoorbeeld gisteren twee Franse jongens ontmoet die ook hier net een presentatie hebben gedaan. En dat je eigenlijk gaandeweg dan, je kent elkaar niet, maar je komt, hè, als je het over werk hebt, over werk praat en over hoe je dingen kan vertellen, hoe je dingen kan laten zien. Dat je dus opeens heel snel lijkt het dat je elkaar, op, voelt het alsof je elkaar heel goed kent. Omdat je dus wel met dezelfde vragen speelt. Dus als jouw vraag, waarom is South by Southwest belangrijk? Wat zeg jij dan? Nou, om de ontwikkelingen te voelen, te zien, maar ook te delen.